Waarom bent u hier vandaag? Zijn deze bijeenkomsten verplicht of dit is helemaal vrijwillig? Hè? Dus het is... dit is zoveel mensen. Ik denk, misschien krijgen ze er wel bonuspunten voor, maar dat is het. U bent hier dus geheel vrijwillig. Waarom bent u hier vandaag? Ik hoef niet te weten, maar kijk even naar binnen en kijk of u die vraag kunt beantwoorden. Waarom houdt u van uw partner? Of waarom, als u niet van uw partner houdt, waarom houdt u van degene van wie u houdt? Waarom houdt u van uw favoriete eten? Wat u het lekkerste eten vindt? De stelling die ik hier vandaag wil poneren, dat is dat het antwoord op al deze vragen, dat u dat niet weet. Dus ik heb u vragen gesteld wetend dat u het antwoord op die vragen niet kunt geven. U zult wel ideeën erover hebben hoe het zou kunnen zitten. Maar of die ideeën kloppen, dan daar is helemaal niks zinnigs over te zeggen. In ieder geval niet door u. Het onbewuste zorgt ervoor dat we ons indrukken vormen van anderen. U ziet mij hier staan, u kende mij nog niet en u krijgt een bepaald beeld van hoe ik in elkaar zit. Daar bent u niet heel hard over aan het nadenken. Want het onbewuste kijkt bijvoorbeeld naar lichaamstaal. Hele kleine dingen in hoe iemand beweegt. Vrouwen worden beoordeeld op hun taille-heupverhouding. Als je een man vraagt, vind je dat een leuke vrouw? Dan zegt hij, oh, dat lijkt me wel wat en dat lijkt me niks. Waar mannen eigenlijk naar kijken, dat weten ze helemaal niet, is naar de taille-heupverhouding. En als de taille-heupverhouding 0,7 is, dan vinden ze die vrouw leuk. Zo zit het. En daar ben je je niet van bewust. En als je gaat kijken naar fotomodellen door de eeuw heen, vanaf Marilyn Monroe tot nu met die dunne modellen, die hebben allemaal 0,7. Dus dan is dit bijvoorbeeld 70, dit is 100. Daarom zal u thuis gaat meten wel eerlijk doen. Dus niet heel strak trekken. Het is ook niet zo dat het beter wordt als je dunner bent. Want je kunt, mannen die van dikke vrouwen houden, die houden dan hier meer en hier meer. Het gaat om de verhouding. Nou, daar ben je natuurlijk helemaal niet mee bezig. Normaal als je zegt, god, dat vind ik een leuke vrouw, heb je natuurlijk helemaal niet in de gaten dat je onbewust die taille-heupverhouding in feite hebt bekeken. Maar wetenschappers weten dat mannen zelfs bereid zijn om grote borsten op te offeren voor de goede taille-heupverhouding. Dus dat doen ze met kleine, dat gaat tegenwoordig heel makkelijk met Photoshop, op een beetje meer taille. Halen we ook wat van die borsten af en dan zeggen die mannen nog steeds, die wil ik. U zit hier en u bent met uw bewuste aandacht bij mij, tenminste dat hoop ik. Maar in de periferie van uw gezichtsveld weet u wie er naast u zit. En u weet zelfs wie er schuin achter u zit. Onbewust, weet u dat? En als daar bijvoorbeeld iemand zou zitten die heel bedreigend is, dan zou u een gevoel hebben van, ik zit hier niet lekker. Ik heb zo'n gevoel dat ik eigenlijk liever ergens anders wil zitten. Dus onbewust wordt de hele omgeving gemonitord. En als ergens 10 plaatsen verder uw naam wordt gefluisterd, dan denkt u, ik hoor mijn naam. Dat is het cocktailparty effect. Je hoort ergens je naam. Je denkt, wat, ze hebben het over mij. En het onbewust heeft al die tijd alles gevolgd. Bewuste kun je vergelijken met een soort podium. Hier is het podium. En achter de schermen, daar gebeurt van alles. En daar vinden allerlei hele complexe processen plaats die wij per definitie niet kunnen zien. Daar vindt plaats onze drijfveren, wat we willen, waarom u hier bent vandaag, waarom u van uw partner houdt, waarom u uw favoriete eten lekker vindt. Dat is allemaal achter de schermen voor u geregeld. Dus het hele proces is onbewust. Alleen het resultaat van het proces, dat wordt als het ware, als die duizenden mannetjes klaar zijn met hun werk, dan schuiven ze het resultaat van het proces, schuiven ze op het podium. En dat is wat u ziet. U ziet het resultaat. U ziet, ik vind ineens dat dit wel een leuke persoon is. Of, ik heb ineens trek in chocola. Of, ik weet opeens de oplossing van een probleem. Of, god, wat hou ik toch veel van mijn partner. Dat zijn de resultaten van een proces. Maar het proces zelf is onzichtbaar. Bij dit verhaal zijn altijd
mensen die steken hun hand op en die zeggen... ja, maar zijn er ook individuele verschillen tussen mensen? Dat de een misschien beter achter schermen kan kijken dan de ander. En dan hopen ze dat zij diegene zijn die heel goed achter schermen kan kijken. Het antwoord is nee, er zijn geen individuele verschillen. Het zit in de architectuur van het brein dat je dat wat achter de schermen zit niet kunt gebruiken. Er zijn geen technieken waarmee je met het onbewuste kan praten. Het kan niet, het is onmogelijk. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is natuurlijk dat het onbewuste ons geweldig veel werk uit handen neemt. Je moet er niet aan denken dat je dat allemaal bewust zou zijn, wat ik net vertel. Maar het slechte nieuws is, je kunt niet achter de schermen kijken. Je weet dus niet waarom je doet wat je doet. Het feit dat het bewuste bestaat, dat we als het ware onszelf kunnen waarnemen, dat is wat we nu doen. We denken na over de vraag wie ben ik. We stappen als het ware uit onszelf en kijken naar onszelf. Dat is een moment van bewustzijn. Het feit dat dat mogelijk is, dat je kan kijken van waar sta ik nou op dit punt in mijn leven? Waar wil ik naartoe? Ben ik eigenlijk wel goed bezig? Dat zijn vragen die wij onszelf kunnen stellen. Ook al doen we dat maar 1% van de tijd, is het toch nog super belangrijk, omdat je in die 1% wel, als het ware, een wending kan geven. Hoe kom je dan aan zelfkennis? En dan neem ik even aan dat je het echt zou willen weten wie je bent. Want dat is maar de vraag, hè? Want mensen zeggen altijd, ja, ik wil realistische feedback over mezelf hebben. Die wil ik krijgen, kom maar. Maar als je het ze dan geeft, dan zeggen ze, ja, maar dat klopt niet, want toen die keer dat ik een fout maakte, toen kon ik daar helemaal niks aan doen. En, of ze vullen een test in en uit die test blijkt dat ze ergens niet zo goed op scoren. En dan zeggen ze, ja, maar het is eigenlijk gewoon ook niet een goede test. Hè? Dus mensen hebben toch wel erg de neiging, als ze niet te horen krijgen wat ze graag willen horen, om daar dan eigenlijk ook niks mee te doen. En dat is nog een ander probleem. Als we al naar onszelf zouden kunnen kijken, dan zou er nog steeds een blinde vlek zijn, omdat we graag positief over onszelf willen denken. Dat we graag de dingen waar we niet zo goed in zijn, toch verklaringjes voor verzinnen. Of dat op het moment dat je tegen mensen zegt van, nou, ga eens aan andere mensen feedback vragen, dat andere mensen het vaak ook weer op een manier vertellen waardoor het niet zo hard aankomt. Want hoe vaak maak je nou bijvoorbeeld mee dat je verjaardag viert en je wordt opgebeld en iemand zegt, ja, ik kom niet, want ik heb helemaal geen zin om op jouw verjaardag te komen. Dat gebeurt nooit, hè? Doet u dat wel eens? Nee. Dus als u, maar u zal best eens denken, ik heb geen zin in die verjaardag. En dan belt u op. En wat zegt u dan? En dan zegt u, de kinderen zijn ziek, of ik heb nog heel erg druk, of ik voel me niet zo lekker. Dat soort dingen zegt u dan. Maar dat doen andere mensen ook bij u, hè? Dus dat is goed om bij stil te staan. We weten niet wat andere mensen over ons denken. En hoe hoger u bent in de organisatie waar u werkt, hoe slechter u het weet. Want naarmate je machtiger wordt, gaan mensen je minder de waarheid vertellen. Het impliciete zelf zie je in lichaamstaal, in hoe iemand praat, lacht, kijkt, staat, beweegt, alles. En dat is nou precies het stuk wat je zelf helemaal niet ziet. Dus wil je echt tot zelfkennis komen, nou, ga gewoon in de trein zitten, maak een praatje en vraag na een minuut, wat vindt u eigenlijk van mij? En het onderzoek laat zien dat wat u dan te horen krijgt, dat het ongeveer even accuraat is als wat u zou horen van uw partner als u 5 jaar met uw partner bent. Dus zoveel leren mensen niet over elkaar tussen die eerste halve minuut en de rest van hun leven. Dus dat is, om nog een cynische duit in het zakje te doen, zelfkennis, het lijkt alsof je aan zelfkennis kan komen door naar binnen te kijken en niets is minder waar. Je komt aan zelfkennis door te vragen aan de mensen om je heen. En die mensen hoef je niet eens zo heel goed te kennen. En dan kom je toch iets te weten. APPLAUS.